En hallo mensen, top je kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik zit echt net. Ik maak vandaag deze video om één reden. Eigenlijk, ik ga vandaag een potje spelen op de map Hunter Team Deathmatch. Het is Core. Ik ga spelen met, ik denk met de M8. Want waarom speel ik, waarom is dit een speciaal potje? Laat ik even daarmee beginnen. Ten eerste, is eigenlijk heel simpel. We spelen tegen een, dit is een party van 6 man. Ik ga trouwens mijn eerste kill weer maken met een sniper, want dat vind ik tof. Dus daar beginnen we mee. Mijn gamegeluid staat heel raar ingesteld op mijn koptelefoon, dus als ik niet helemaal goed erop reageer, dan weten jullie hoe dat komt. Ga de kant. Nou jongens, we staan hier met 5 man. Oh wow. Hun sniper zelf ook, dat vind ik altijd wel grappig, dat blijft altijd leuk. Kom maar. Zo. Zit er boven eentje. Sowieso. Zo. Oh god. Okay, ik wil graag nog één kill ermee maken. Of in ieder geval nog één keer minimaal doodgaan. Dat is een beetje het idee. En deze klus en dan gaan we over naar mijn prachtige M8. Teammates zie ik niks. Doeg. Dankjewel. Dan gaan we in ieder geval switchen. We gaan dus met de M8 spelen en dan gaan we al. Oké, soepel, prachtig. Oké, waarom vandaag met de M8? Omdat ik, dit is eigenlijk het eerste potje van de dag. Maar ik heb video's op kanalen, op andere kanalen heb ik gezien dat de M8 een stuk sterker is geworden dan die eerst was. Dus, ik dacht dat gaan we testen. God, het hele team staat daar. Tering. Oké, ik denk dat het beter is om even om te lopen. Om een soort van te verrassen, zeg maar. Omdat ze toch allemaal, het zijn allemaal een beetje snijpertjes. Kom maar. Hier ook een, ja, ik heb hier ook een secondary op staan. Prachtig. In bijna elke map kan je een secondary prachtig gebruiken. Oh god, ja, bijna. Bijna prachtig gebruiken. Het was zo'n mooie kill geweest als ik die had gehad. Hè. Maar, oké. Hup. Deze erbij. Ah. Ik weet niet wat ik allemaal hoor, maar... Als jullie kunnen plaatsen wat voor wapen dat kan zijn, of wat het überhaupt kan zijn, dan hoor ik dat graag even, want ik ben best wel benieuwd. Hier nog iets. Fuck jou, weer zo'n ripper. Echt belangrijk en dat heb ik echt wel gemerkt trouwens. Ik was even stil, was even geconcentreerd hoor. Zo. Op het moment dat je ergens in een huisje loopt met een melee weapon, dat is echt super leuk. Het brengt ook echt nog kills op hoor. Dat weet je dat. Oh wow. Slecht. Oké. We doen het nog een keer. Want de microfoon staat wel heel ver weg. Misschien is dit beter? Denk ik. Ik weet het niet. Ik wil proberen gewoon wat en we zien het vanzelf wel. Ik hoor dat straks wel, weet je. Dus, Hostile UAV above. Oh god, tering. Waar kwam hij vandaan? Oh, ik had hem helemaal niet gezien. Lachen man. Dit was een beetje niet. Nee. Ze spelen? Ze spelen niet eens heel erg goed voor zo'n plaatje van 6 mensen. Heel eerlijk ben. Oké, mijn score is ook niet alles, maar dat geeft ik wel eerlijk toe, maar toch. Voor een party van 6 spelen ze niet zo goed als ik had gedacht dat ze zouden spelen.
Ja, dit is wel een beetje jammer. Op het moment dat je het eerste potje van de dag hebt en dan, ja... Ik weet niet of ik dat zeg, maar dat is het eerste potje van de dag. Dit is eigenlijk ook het eerste potje van de week, maar het is ook het eerste potje van de dag. Dus... Yep. Oh, hij stond natuurlijk weer niks te wachten. Tuurlijk. 100 kilo vette butterfly knife. Prachtig. Ik weet niet wat het is dat je hoort, maar... Zo, dat zijn er twee. Er is geen eentje die... Ze spelen wel heel erg constant. Er is geen eentje die er echt bovenuit schiet. Dus dat is wel tof. Dat zeg ik heel erg. Ik vind dat wel echt heel tof. Hostile talon detected. Zo, gaan we hier even doorheen. Kom maar. Doei. Down to this, pick it up. Ah, jammer dit. Oké. Als we nog een potje uiteraard kunnen doen tegen deze party, dan doen we dat als ze lieven. Wat uiteraard alles mogelijk is. Dan gaan we ook lekker lieven, dan is dit hem. Maar ik hoop, ik vind ze eigenlijk wel heel grappig spelen. Dan ga ik wel met een ander wapen, denk ik. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Nog steeds geen kill, wow. Oh nee. Dit is zo jammer. Dit is wel jammer. Ja, dit is jammer. Hostile UAV incoming. We failed in our objectives. Dit is geen super potje, het is ook geen super score. Maar ja, wat had je verwacht tegen een 6-man party? Want het is en blijft toch altijd lastig. Sniper's down, move up. Ja, kom maar. Ja, daar komt hij hoor. Ik sta ernaast, dus. Zie je mij nog? Nee, ik heb geen room. Er is geen room voor mij. Nee, jammer. Jammer. Oké. Nou, ik ben in ieder geval niet de eerste. Ik ben vierde geworden. Ik heb geen prachtscore. 1 assist. Nou, weet je. Het was geen super potje. Maar als we nog een potje tegen hun kunnen spelen, gaan we nog een potje spelen. Is het niet nog een potje dan? Is het niet nog een potje? Simpel is het eigenlijk. Het is eigenlijk nu gewoon wachten. Wachten? Ja, we hoeven niet te doen. We hoeven alleen maar te wachten. Dus. Ja. Trouwens, wat ik me spontaan bedenk, ik heb op dit moment, zoals ik zei, het eerste potje van de dag. Ik vond wel, ik zeg er wel bij, ik vond het eerste potje wel goed gaan, laat ik het zo zeggen. Wat hieraan leuk is, dat heeft hier eigenlijk niet zoveel mee te maken. Laat ik het zo zeggen, ik kwam net online, want, oké. En toen zag ik staan dat er een soort van camo is, een soort speciale camo. Ik ga hem laten zien. Hier, dit ding. Dus ik kan er niet met mijn button naartoe. Maar het is rechts onderin. Dus de Luck of the Iris. Dus dat is zeg maar zo'n soort geluksding. En ik wil eigenlijk ook even zo'n ding openen in de hoop dat ik er eentje krijg. Dus ik ga hem gewoon openen, weet je. Dus ik ga gewoon kijken. Prestige, niks. En dus, ik vind het wel jammer, want ik heb, nu heb ik dus niks. Jammer, heel jammer. We hebben wel één epic erbij, daar heb ik helemaal niks aan. Maar oké. En ze zijn geliefd. Oké. Nou, dan is dit hem. Ik hoop jullie van deze video genoten hebben. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren. Jammer dat ze geliefd zijn, maar ja. Het is niet anders. Dan zeg ik iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Zeg ik laters, dag en doei.